We hebben gisteren in de Nationale Assemblée en de daar gehouden persconferentie u geïnformeerd dat er reeds één persoon geregistreerd is COVID-19 positief. De bedoeling is dat wij vandaag, en natuurlijk hebben we ook bevestigd daar, dat en benadrukt de maatregelen. Als eerst is dat vanaf zaterdag 14 maart 2020, 00 uur, middernacht, reizigers tot nader orde niet worden toegelaten tot het Surinaams grondgebied. En dat het met een onmiddellijke ingang de sociale bijeenkomsten tot een aantal van 10.000 per personen beperkt 100, zal worden. 100 personen. 100 personen beperkt zal worden. Deze situatie vereist natuurlijk wat wij noemen dan de social distancing, dat ook sociale bijeenkomsten tot een aantal van 100 personen beperkt zullen worden. Ik ga aan het woord laten in de volgorde DNV, die leiding heeft van het Nationaal COVID-19 Management Team. Dat is mevrouw Feira, ondersteund door de coördinator NCCR, de heer Slingaert. U gaat daarna aan het woord hebben de minister van Volksgezondheid, de minister van OETC. We hebben directeur van Buitenlandse Zaken, de minister van OWC, dat is onderwijs, de minister van HIT, en dan zal ik afsluiten. We laten aan het woord nu de directeur, kolonel Feira. Ja. Dank u wel, goedemiddag. Ja, geluid. Dat we hier verplaatsen. Ja, dat we één voor één naast mij zitten, wat bedoelt u? Ja. Eén voor één. Dan één persoon wisselen we dan steeds. Ja. Oké. Okay. Dan wisselen we één persoon steeds voor uw. Ja. Dan kunt u daar op de plek. Ja. Nee, ik zit vlak. En daarna kan de. Okay. Dus dit geluid koppelt niet zo goed met u. Goedenavond, dames en heren. Laat me beginnen te zeggen, de waarborging van nationale veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Nogmaals, de waarborging van nationale veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het moment dat deze ziekte gebracht is naar het niveau van een pandemie, heeft de regering natuurlijk besloten om de opschaling te doen, om dit op een hoger niveau aan te pakken. Op dit moment is DNV dus, zoals de VP heeft aangegeven, verantwoordelijk om dit proces te leiden voor wat betreft de coördinatie om COVID-19 tot het minimale te brengen in Suriname. Wij weten dat wij sinds gisteren een bevestiging hebben van één positieve en wij werken er keihard aan met alle diensten om het niet te laten uitbreiden. En daarbij hebben wij dus alle mensen nodig om dat zover te krijgen. We zijn op dit moment bezig met de quarantaine voor te bereiden voor het plaatsen van mensen die mogelijkerwijs in aanraking zijn gekomen met besmette personen in terugkomen van risicogebieden. U mag weten dat wij op dit moment 83 plekken hebben in het zorghotel. Daar zullen wij dus de eerste mensen onderbrengen die mogelijkerwijs in contact zijn gekomen met een besmette, dan wel een positief aangemerkte persoon met het virus. We zijn druk bezig te coördineren per district met de verschillende DC'en om na te gaan hoe we zorgcentra kunnen aanstellen in de districten, zodat wij mensen ook niet ver weg brengen van waar zij zijn. Wij doen een beroep op u allen, en dat brengt het me weer terug naar de gezamenlijke verantwoordelijkheid,
Zelfzorg is essentieel. Zelfzorgen voor uzelf is zeer belangrijk. U moet dus letten op uw hygiëne. Volgt u de regels van biologie, van volksgezondheid, stipt op. En dan gaat u zelf merken, wanneer wij zelf iedereen zijn hand erbij zet, dat wij ervoor zorg dragen dat dit tot het minimale zal behoren. Wij werken heel nauw samen en dat zult u dus dan nader horen van NCCR. U weet, de NCCR is een coördinatiecentrum binnen DNV die op dit moment nu deze crisis aan het managen is. En we hebben binnen NCCR elke instantie die op een of andere manier ervoor kan zorg dragen dat wij deze situatie aan het beheersen kunnen zijn. U mag weten, u gaat dus bewegingen zien van KPS, van de politie, maar ook nog van alle andere veiligheidsinstanties om zo volksgezondheid te assisteren. Volksgezondheid gaat door met datgene waar we ze bezig zijn. Dat gaat u dus ook wel verder aanhoren. En ook natuurlijk van alle andere ministeries, alleen om ervoor zorg te dragen dat de openbare gezondheidszorg van Suriname veilig is en gaat blijven. Wij vragen u dus, we blijven het dus benadrukken. Morgen zien we u weer. Geven we dus weer nadere informatie. Wij blijven in nauw contact met alle actoren die voor de rust ook kunnen bewaren. We vragen om de mensen de rust te blijven bewaren. Het is COVID-19 is een virus, maar het is niet een virus welke wij niet aan kunnen. Dus let u op uw eigen hygiëne. Luister, volgt u de instructies stipt op. En dan moet het dan wel goed komen. Dank u wel. Dank u wel, directeur. Laat mij ook dit aangeven dat in nauw contact met de president hebben we ook met DNV zijn wij op het punt om de quarantaineruimtes uit te breiden naar 2000. We zitten thans op slechts 82, met waarschijnlijk in de komende dagen naar 300. Maar om het in week 1, en zo noemen we het in week 1, uit te breiden naar 2000 is de opgave. We zullen ook een plan van aanpak binnenkort als regering krijgen van DNV, dus het nationaal team, wat we noemen verzorgingsgebieden in te stellen voor thuisquarantaine, dat de mensen ook thuis hun quarantaine zelf kunnen doen, maar dat wij ook hun kunnen faciliteren en bij kunnen staan als zij niet zouden kunnen bewegen uit huis. We gaan heel serieus en strak beleid moeten voeren dat de mensen aan de ene kant zich veilig voelen, maar ook hun normale gang van zaken, hun dagelijks leven ook kunnen vervolgen. Zoals ik aangaf, vrijdag 13 maart heeft u het eerste geval binnen gehad. En wij zullen het vanaf dit moment naar weken opdelen. We gaan het wel van zondag naar zondag houden. Dus we gaan zondag week 1 in. Week 1 van dit proces. En in week 1 zijn er afspraken gemaakt. We hebben hier weer de hele raad met het nationaal team bij elkaar gehad. En heel wat maatregelen ook aangepast. Die zullen allemaal naar u gecommuniceerd worden door de diverse ministers. U kunt dat gewoon aanhoren en aan het einde kunt u uitgebreid uw vragen stellen. We hebben het ook zodanig al gepubliceerd, geconcipieerd, dat het ook naar u schriftelijk zal komen via NII. Dat kunt u ook op rekenen. De president screent ook alles, mag u weten. Hij is binnenkort ook hier terug natuurlijk, dus dat alles komt goed. Wij zullen nu overgaan. Ja, u wil nog wat aanvullen, de directeur wil wat aanvullen. Zoals eerder was aangegeven, gisteren en ook vandaag, wij gaan ervoor zorg dragen dat wij genoeg informatie geven. We kunnen niet stoppen om u informatie te geven. En misschien gaat het af en toe lijken alsof het niet genoeg is, maar we gaan zoveel mogelijk, zoveel als het moet, transparant zijn naar u allen om de informatie te geven. U mag weten, na dit moment, we zijn op dit moment bezig te bouwen. Het is al online, u kunt het zien, is onze website. Het is COVID,
19.sr. De informatie van deze persconferentie gaat u dus ook daarop te kunnen terugvinden, evenals alle informatie van de verschillende ministeries. Het wordt dus dan een website die u te alle tijden kunt bezoeken, waarop alle informatie gaat zijn van de regeringszijde, om dus zo te kunnen voorkomen ook nog dat wij de vele fake news die wordt verspreid ook kunnen indammen en dat men ook weet dat de regering bezig is om met u ervoor zorg te dragen. Ik blijf het benadrukken. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. U moet zich verantwoordelijk voelen om zorg te dragen voor veiligheid. Dus COVID, koppelteken 19.sr. Dank u wel, VV. Dank u. Dan vragen we de minister van Volksgezondheid om hier blauw. Ja, u zit al hier. Ja. Maar ik denk dat u liever hier komt worden, Mike. Dat het goed is dat u... Voordat de minister aan het woord komt, er zijn wat onduidelijkheden in de media. Also het Wanica streekziekenhuis niet voldoen allerlei zaken. Dat is helemaal niet waar. U mag erop rekenen. Wanica ziekenhuis is volledig geschikt als quarantaineruimte. Dat komt wel, ja toch? Dat komt wel ook in een formele berichtgeving. Dat wordt zeker verduidelijk. Zoals ik aangaf, we gaan de quarantaineruimte opvoeren, DNV geeft al aan. Want dat moet zijn voor de locals, dus Surinamers hier te landen. Maar u moet ook rekenen op ingezetenen die in het buitenland zitten, wat we straks over gaan hebben, hoe we ze hier naartoe halen, daarover gaan we het straks hebben. Maar ook voor PSA-mensen die hier te landen zijn, of hier woonachtig zijn. En ook voor de diplomatie van andere landen die hier moeten zijn, om dan voor zo'n land daar de vertegenwoordiging. Voor die worden er dan ook uitzonderingen gemaakt, maar moeten direct in quarantaine. Dus je moet voorstellen dat de capaciteit die wij bouwen voor deze vier groepen, op dit moment zijn het deze vier groepen, we kunnen elk moment nog kijken ernaar, dat belangrijk is. En dat de ingezetenen die op dit moment buiten zitten, slechts hier naartoe gehaald kunnen worden afhankelijk van de beschikbare quarantaineruimte. Houdt u dat vast, want dat gaat steeds terugkomen. Afhankelijk van de ruimte. Vandaar de noodzaak om zo snel mogelijk nu die uitbreiding te organiseren. U kunt ook voorstellen, dat gaat de minister van OETC straks ook aangeven, maar Volksgezondheid heeft daarmee ook te maken, dat indien zo'n vlucht naar Suriname zou komen, men zou zeggen inbound, toch? De minister zegt het mooie inbound. Dat ingericht moet worden volgens de normen en protocollen van Volksgezondheid en DNV, de veiligheid. Dat alleen dan de inrichting intern in zo'n vlucht georganiseerd zal moeten worden door Volksgezondheid en DNV. En dan kunnen we zo'n vlucht hier naartoe halen. Dus dat is een proces. We zijn on the case. Ik wil vragen aan de minister van Volksgezondheid om zijn statement te maken. En dan vervolgen we. Goedemiddag, goedenavond samen. Op 13 maart 2020 is het eerste geïmporteerde geval van COVID-19 bevestigd in ons land, zoals u dat ook al weet. Tot nu toe hebben we 1 persoon met dit virus is besmet. Haar toestand is stabiel. Nogmaals, haar toestand is stabiel. Alle andere berichten die suggereren dat er nog meer cases COVID-19 positief zijn of eraan zijn overleden, berusten niet op waarheid. De regering continueert de monitoring van de situatie in de wereld in relatie tot de verspreiding van het virus COVID-19. De gezondheidsautoriteiten blijven uiterst alert op eventuele besmettingen. Intussen worden trainingen en gezondheidswerkers en first responders ook vervolg. Momenteel is er voldoende personal protective equipment in voorraad.
De voorraden worden ook steeds aangevuld. Ook zijn de bewustwordingscampagnes geïntensiveerd met de focus op preventie tegen COVID-19. En deze lopen via de verschillende mediakanalen en social media. Er moet gehandeld worden op basis van feiten en niet op basis van vrees, paniek en zeker geen fake news volgen. De regering adviseert het volgende: om geen openbare bijeenkomsten meer dan 100 personen bij te wonen. Weersta de gewoonte om uw gezicht aan te raken. Bent u de afgelopen 14 dagen uit landen geweest en heeft u griepsymptomen, dient u contact op te nemen met de hotline van het BOG op 178. Bent u in nauw contact geweest met een persoon waarbij COVID-19 bevestigd is, dient u contact op te nemen met de BOG-hotline op 178. Op de gemeenschap wordt een dringend beroep gedaan om de volgende routinematige, maar effectieve preventieve maatregelen in acht te blijven nemen. Was uw handen met zeep en water of gebruik een handdesinfecterend middel op alcoholbasis. Bedek neus en mond met een tissue bij hoesten of niezen en gooi die daarna meteen weg. Hoest en nies in de boeg van de elleboog indien er geen tissue beschikbaar is. Vermijd u contact met mensen met griepsymptomen. Volg nauwlettend de nieuwsberichten van officiële kanalen. De regering roept het publiek op om kalm te blijven en alle adviezen met betrekking tot persoonlijke hygiëne, sociale afstandelijkheid en algemene preventie van infecties uit te voeren. Tevens drukt de regering een ieder op het hart om geen valse berichten te verspreiden. U bent strafbaar als u dat doet. Indien er sprake is van koorts, kortademigheid, hoest en andere longproblemen, of u hebt recent een van de risicogebieden bezocht, belt u gelijk naar de hotline van het BOG op 178 of sms of appt u het nummer 883-6643. De regering deelt de mening van de WHO dat het virus alleen met gezamenlijke inspanning, ik herhaal, gezamenlijke inspanning van heel Suriname en solidariteit kan worden bestreden. Dank u wel. Dank u. Dank u. Dan laat ik aan het woord, voordat ik aan het woord laat, minister OWTC, openbare werken. De discussie van reizigers blijft de discussie van reizigers. We hebben nimmer cargo en we kunnen dat ook niet. Cargo gaat gewoon door. Met andere woorden, dat de minister hit straks aan het woord, moet er geen discussie over zijn dat men tekorten zou moeten hebben in de winkels of zo. Cargo-vluchten gaan gewoon door. Als er persoon outbound zelf gaan naar buiten, zorgen we dat cargo ook terug kan komen op de terugweg. Dus wat cargo betreft, betekent onze voedingsmiddelen, allerlei zaken met cargo gaat door. Dat is wat u moet vasthouden. Ook ten aanzien van binnenkomend, BUSA zal altijd de criteria vaststellen voor de ingezetenen die nog buiten zitten. Waaraan zich men zal moeten voldoen om terug te komen. Dat zijn de normale criteria natuurlijk. Maar je moet begrijpen dat men bereid moet zijn in quarantaine te gaan voor 2 weken. Hoeveel dagen is dat? 14 dagen. Ja, 2 weken, 14 dagen.
Dat gaat medegedeeld worden aan de mensen. En dan afhankelijk van de hoeveelheid quarantaineruimte dat beschikbaar is, dat we snel niet opvoeren, kunnen we zo snel mogelijk onze ingezetenen die buiten zitten, terughalen. Geleidelijk aan en op zo kort mogelijk termijn. Tot en met 18 maart zijn er 600 mensen die wij geregistreerd hebben ongeveer, plus minus, die nog moeten komen terug te landen. Vanuit het buitenland, tot en met 18 maart. Ik vraag de minister dan om nu zijn statement te maken, uitvoerig en in detail. Dank u wel. Dank u wel, VP. Dames en heren, van harte goedenavond. Indachtig de instructies van de regering van de Republiek Suriname en de SOP's in zaken COVID-19 van het ministerie van Volksgezondheid en de instructies van het managementteam COVID-19 informeer ik u als volgt. Dat vanwege een constructieve samenwerking met alle luchtvaartmaatschappijen, de regering van Suriname heeft besloten dat binnen 1 week, te rekenen van 15 maart 00 uur tot en met zondag 22 maart 00 uur, alle niet ingezetenen outbound uit Suriname worden getransporteerd. Dus 1 week. Ja, 1 week. Binnen 1 week. Dit betekent dat de vliegtuigen vol vertrekken vanuit Suriname naar de diverse destinaties. Dat door de luchtvaartmaatschappijen rekening zal worden gehouden met betrekking tot het desinfecteren van de vliegtuigen na iedere vlucht van passagiers. Dat na afstemming met het managementteam COVID-19 omtrent de beschikbare quarantainemogelijkheden in Suriname bekend zal worden gemaakt vanaf wanneer het invliegen van onze ingezetenen zal plaatsvinden, CQ starten. Dat de communicatie naar deze ingezetenen zal plaatsvinden via de luchtvaartmaatschappijen en via de diplomatieke posten in de diverse landen, waarop buitenlandse zaken straks nader zal ingaan. Met betrekking tot emergency in en out als cargovluchten blijven die toegestaan. Het Surinaams luchtruim is nog steeds gesloten voor inkomende passagiersvluchten. Dank u wel. Dank u. We bedanken de minister van OETC. Buitenlandse zaken. Voor ons is het heel belangrijk dat onze ingezetenen in het buitenland bereikbaar, tenminste de consulaire zaken of de ambassades, bereikbaar zijn voor onze mensen daar. Heel belangrijk. En dat wij een proces opstarten van repatriatie, waarbij registratie van de mensen al daar zeer belangrijk is. En dat alleen zal geschieden via de buitenlandse posten. Om dit proces op te starten vraag ik de directeur om plaats te nemen naast mij. Dank u wel, minister. Om dan zijn statement te maken. Goedenavond, aanwezige pers. In navolging van de op vrijdag 13 maart door de regering van de Republiek Suriname in de Nationale Assemblée aangekondigde maatregelen, die op zaterdag 14 maart 2020 om 00 uur zijn ingegaan, wordt het volgende bekendgemaakt. Voor ingezetenen die in het buitenland gestrand zijn. 1. Bel of e-mail naar een dichtbijzijnde diplomatieke of consulaire missie van de Republiek Suriname om u te registreren voor een door de overheid uit te voeren repatriatie of repatriëringsvlucht. Aangehecht zullen we een lijst kenbaar maken van de Surinaamse diplomatieke en consulaire missies. Let wel, deze vluchten zullen vanuit verschillende hubs plaatsvinden en het vliegschema zal zo spoedig mogelijk worden gedeeld. 2. De personen zullen aan de volgende criteria moeten voldoen om in aanmerking te komen voor repatriatie. Ze moeten Surinaamse staatsburgers zijn, ingezetenen met een geldig PSA-kaart, in het bezit zijn van een geldige verblijfs- of werkvergunning,
retourticket met als bewijs dat de terugreisdatum naar Suriname voor 13 april 2020 is. Nota bene, ingezetenen moeten bereid zijn verplicht in quarantaine te worden geplaatst voor een periode van 14 dagen. 4 of 3, Surinaamse reizigers worden ook aangeraden om hun reisagenten te contacten voor nadere informatie. Ten behoeve van vreemdelingen in Suriname wordt geadviseerd 1. Dat men contact opneemt met de desbetreffende ambassades hier te landen. 2. Indien er geen ambassades of consulaten hier te landen zijn, kan men e-mailen naar consa.suriname@gmail.com. 3. Voor landen die verzoeken hebben om hun onderdanen af te halen op Surinaams grondgebied, moet daartoe contact worden opgenomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken op het e-mailadres consa.suriname@gmail.com of het nummer 47-15-27. De regering roept nogmaals alle betrokken stakeholders op om kalm te blijven en alleen de berichtgeving van de officiële kanalen te volgen. De regering van de Republiek Suriname werkt er naartoe om op de kortst mogelijke termijn een repatriatieprogramma uit te voeren. Dank u wel. Dank u. We gaan nu minister Onderwijs de ruimte geven. En laat mij dit vooraf stellen. We hebben gisteren in het DNA aangegeven dat we een protocol zullen uitvoeren. En dat er afspraken zullen zijn met de scholen. Nu hebben we die instructies uitgevaardigd. Maar de minister en het team heeft er naar gekeken. En lijkt op zo'n kort termijn niet uitvoerbaar te zijn. Om mensen te segmenteren, studenten, ook de leerkrachten die ready gemaakt moeten worden, hoe je ermee moet omgaan. We hebben een strakkere bewustwordingscampagne natuurlijk. En we gaan straks aangeven hoe we dat ook gaan doen in de verschillende buurten. Maar gezien dat niet kort termijn zal lukken, gaat de minister een aankondiging straks doen. Ten tweede, we vechten 1 gemeenschappelijke vijand. En dat is het virus. We hebben geen ruimte om in dit kader andere vijanden te gaan creëren. Of een vijand richting dit team, het Surinaams team, Suriname versus het virus. Dus ik verwacht natuurlijk dat elke burger dat begrijpt. Al is die burger ook een voorzitter van een bond. Het kan niet zo zijn dat een bondsvoorzitter maatregelen uitzendt. Dat gaan we helaas niet kunnen accepteren. Net wat ik aangeef, er is maar 1 instantie. Dat is de regering. Of het nationaal team dat aangeeft wat zal moeten gebeuren met leerlingen en leerkrachten. Want het stopt niet daar. Het stopt niet mee de leerkrachten naar huis sturen en de leerlingen naar huis sturen. Wat u gaat horen de komende dagen, hoe gaat u uw kinderen thuis veilig houden? Hoe zorgt u ervoor dat de mensen met 100 blijven en niet meer dan dat bijeenkomen? Dus wij verwachten dat burgers, zij het zelfs een bondsvoorzitter, niet een gezondheidsinstantie is die dat kan inschatten. En ook niet een instantie is die maatregelen uitstuurt. Dus ik vraag de mensen, ik druk op het hart, om zich te onthouden van dat soort gedrag. En ik vraag de minister van Onderwijs om haar statement te maken. Ja. Goedenavond, media mensen. Ik hou het op de statement, want het is inderdaad heel erg belangrijk dat we onze jonge, opgroeiende generatie goed beschermen en dat de hele gemeenschap daar zich voor inzet. De regering van de Republiek Suriname brengt het navolgende onder de aandacht van de totale gemeenschap. Omvat dus ook onderwijsgevende, maar ook de ouders, grootouders,
en de dienstverleners. In verband met het besmettingsgevaar van COVID-19-virus heeft de regering besloten alle onderwijsinstellingen, openbaar, bijzonder en particulier, met ingang van maandag 16 maart 2020 te sluiten. Vanwege deze crisissituatie is thans landelijk de paasvakantieperiode vastgesteld van 16 maart tot en met 14 april 2020. De scholen zullen dan, afhankelijk van de situatie op dat moment, op woensdag 15 april 2020 de deuren weer openen. Het bovenstaande heeft tot gevolg dat alle repetities, schoolonderzoeken en tentamens op onderwijsinstellingen van alle niveaus zullen worden verschoven tot na de paasvakantieperiode. Aan de onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs wordt gevraagd zoveel mogelijk de studenten online voor te bereiden op de examens. We doen een beroep op de ouders hun kinderen zoveel mogelijk binnen te houden en erop toe te zien dat de hygiënevoorschriften van het BOG worden nageleefd. De regering wil de gemeenschap erop attenderen dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur de enige officiële autoriteit is met betrekking tot de berichtgeving aangaande openen en sluiten van scholen. Dank u. Er is een nauwe samenwerking tussen de minister van HIT, die ook nauw contact houdt met de importeurs, met de winkeliers en minister van LVV voor de lokale voedselvoorziening en voedselzekerheid. Het volk mag erop rekenen dat men niet hoeft te hamsteren of dat soort van zaken. Dat gaat alleen de zaken nog verergeren. En om dat duidelijk te maken voor u, is de minister van HIT hier voor zijn statement. Ja, dank u wel, VP. Ook van mijn kant een goede avond. De regering van de Republiek Suriname brengt middels deze onder de aandacht van de totale Surinaamse gemeenschap dat er vanwege het eerste bevestigde geval van het COVID-19-virus gepaste maatregelen worden getroffen om de rust in de samenleving te bewaren. De situatie die thans merkbaar is, is te wijten aan de toenemende vrees voor het COVID-19-virus, het zogenaamde coronavirus, waardoor mensen zonder directe aanleiding goederen gaan opkopen. Dit heeft ervoor gezorgd dat vele winkeliers de deuren hebben gesloten uit vrees voor wanorde en mogelijke besmetting. De gesloten winkels op hun beurt zorgen voor nog meer paniek bij de consument en zo belanden we in een neerwaartse spiraal van paniekreacties. De gedragingen van zowel consument als winkelier leiden onnodig tot schaarste en stijging van prijzen voor met name de eerste levensbehoeften. De regering doet op een ieder een beroep, in het bijzonder de importeurs, tussenhandelaren, groothandelaren en kleinhandelaren, tussen haakjes de winkeliers, als ook dienstverleners om een beperking op te leggen, maximaal 5 items per persoon bij de verkoop aan de individuen van voornamelijk eerste levensbehoeften, medicamenten, toiletartikelen, ontsmettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, PPE, de zogenaamde Personal Protective Equipment, waaronder ook de mondkapjes, zeepsoorten en water. Indien er van bepaalde items wordt opgemerkt dat er opvallend veel wordt opgekocht, vragen wij de verkoop van die items ook te beperken, ten einde schaarste te voorkomen. Ten overvloede vragen wij de ondernemers om niet te doen aan prijsopdrijving. De landelijke controles van de ECD, de Economische Controledienst, in samenwerking met de politie en bestuursdiensten om prijsopdrijving tegen te gaan, gaan onverminderd door. Tevens wordt in herinnering gebracht dat het hamsteren van goederen een economisch delict is, conform artikel 2 van het decreet tegengaan van hamsteren. Verder roepen wij op om fysiek contact te vermijden bij transacties en te allen tijde de correcte handhygiëne instructies in acht te nemen. Wij raden de handelaren en consumenten aan om zoveel als mogelijk mobiele betalingssystemen, zogenaamde QR-code payment systemen, als Uni5Pay en MoPay te gebruiken bij transacties om de uitwisseling van papiergeld en de kans op besmetting te verminderen.
De regering doet een beroep op de samenleving om zoveel als mogelijk de rust te blijven bewaren en niet bij te dragen aan het creëren van paniek, schaarste en prijsopdrijving. Er hoeft geen schaarste en prijsopdrijving te ontstaan wanneer we kalm blijven. De lockdown van onze luchthaven geldt alleen voor passagiers en bemanning. Het luchtruim staat open voor vrachtverkeer van en naar Suriname. Tevens is er geen lockdown voor vrachtschepen van en naar onze havens. De bevoorrading geschiet onbelemmerd. Wij roepen een ieder op om de officiële berichten van de regering te volgen en niet in te gaan op nieuws afkomstig van onofficiële kanalen. Het is aan ons allen de taak om de situatie niet erger te maken dan het is. Volgt u de veiligheidstips van het Bureau Openbare Gezondheid, BOG, te allen tijden op. In geval van onregelmatigheden kan men gebruik maken van het verkortnummer van het BOG 178, het WhatsApp-nummer van het BOG 883-6643, het verkortnummer van de Economische Controledienst 1940, het WhatsApp-nummer van de afdeling Consumentenzaken 853-0915. Ik dank u. Ik gaf u aan, we zijn in week 1. We verwachten van elke burger van het land dat wij ons en dat wij volledig samen met u ervoor zorg dragen dat ons land niet in een situatie komt van meer zieken, zoals in vele andere landen op dit moment. Wij vragen aan u allen begrip van voor die ontstaande situatie. Elk leven is belangrijk en de regering zal zijn uiterste inzetten. Zich uiterst inzetten om die voorzieningen te treffen ter voorkoming van wat zich op dit moment in andere landen voordoet. We vragen nogmaals u meer dan ooit om enkel en alleen de officiële berichtgeving door de regering of door het Nationaal COVID-19 Management Team te volgen. De regering is dagelijks in contact met het team. Dagelijks. Elke dag omstreeks 6 uur. En we hebben vandaag weer een lange sessie gehad. Maar we gaan in het vervolg, gaat u meer het nationaal team alleen zien. Door leiding van DNV, mevrouw Vera, de heer Slijngaard. Van tijd tot tijd gaat u de regering erbij hebben. Als er dringende maatregelen zijn. 6 p.m. namiddag. Voor informatie en de ontwikkelingen. U gaat ook als media een uitnodiging binnenkort krijgen, waar ik u ga vragen om met onze directeur NII samen te zitten en te kijken hoe wij zoveel mogelijk die bewustwording bij die gemeenschap kunnen brengen. We hebben dat het hardst nodig op dit moment. Die bewustwording hoe men veilig moet omgaan met elkaar. Herinnert u de website covid-19.sr? Van mijn kant, straks komen er misschien wat vragen. Als het niet zo is, dan zou ik sowieso zeggen aan de kinderen straks een prettige paas thuisvakantie. Toch? Een mooie thuisvakantie voor allemaal. En herinnert u, wij moeten alert blijven, dus wees alert. Bewaar de rust. En we zullen dit als één team, Suriname als één team, zeggen team Suriname, dit virus hard aanpakken. Ik dank u. Wat u heeft gezegd over de Nederlanders nu, niet in Zetene, die terug moeten naar Nederland, vakantiehouders. Dat is iets om te zeggen op de week van 16 tot 23 maart. Maar ik heb dat niet goed begrepen. En wat moeten dan, moeten die mensen dan allemaal weg zijn na 23 maart? Of wat? Laat ik het even duidelijk aangeven, of nog eens een keertje. Dat binnen 1 week, te rekenen van 15 maart 00 uur tot en met zondag 22 maart 00 uur, alle niet ingezetenen outbound uit Suriname worden getransporteerd. Dit is besproken en besloten met de luchtvaartmaatschappijen, die dus natuurlijk weten om welke passagiers het gaat die ze moeten transporteren naar het buitenland. Ja. Het gaat niet alleen om... Ik denk dat het best wel zo'n vraag wordt.
Ja. Het gaat sowieso om mensen die dus een ticket hebben en binnen deze periode uit het land zouden moeten gaan, normaliter. Mensen die een langere periode in Suriname zouden verblijven, op hun is dit nog niet van kracht. Maar natuurlijk, ja, natuurlijk, als de persoon nu zou willen vertrekken, vanwege welke omstandigheid dan ook, ook zij mogen zich aanmelden bij de diverse luchtvaartmaatschappijen, om dan gelijk ook natuurlijk meegenomen te kunnen worden. U kunt begrijpen dat de reguliere vluchten dus uitgeschakeld zijn in deze. Dus de regulariteit is er niet. Dus vandaar dat wij organiseren dat de mensen alsnog eruit kunnen. Dus daarom moet u de berichtgeving volgen deze week. Welke vluchten zijn georganiseerd, zodat die mensen die voor deze week hadden gepland uit te gaan, die de mogelijkheid krijgen. En als degene die een week later zouden gaan? Ik wil benadrukken dat we natuurlijk vooralsnog niet weten hoe lang die shutdown gaat duren. Natuurlijk gaan we evalueren en we blijven evalueren met de luchtvaartmaatschappijen ook wanneer het gaat om de verantwoordelijkheden die zij ook hebben. Maar het gaat in deze dat we ze een periode, heel duidelijk, concreet een periode geven van een week. Het kan misschien tegen die tijd, vanwege het feit dat ze niet iedereen hebben kunnen meenemen, verlengd worden. Daar heb ik het over outgoing. En dan zal dat natuurlijk moeten geschieden. Maar er is een F-groep samengesteld met alle luchtvaartmaatschappijen en andere autoriteiten, waaronder luchtvaartdienst, luchthaven, BR, CASA's en andere. En die wordt natuurlijk constant gevolgd en daarop worden de instructies gegeven, maar ook schriftelijk, zodat ze dat ook kunnen volgen met hun managementteam. Ja, dank u wel. We hebben inderdaad met de winkeliers al gesproken en een aantal zijn al opengegaan. We hebben gezien dat er in ieder geval in Mungo en Albina de winkeliers hebben aangegeven dat ze wel willen zijn om weer open te gaan. Zij het met bepaalde beperkingen, want ze zijn toch ook angstig. In Frans-Guyana zijn er een aantal gevallen geweest. En mensen verkopen dan misschien met een gesloten deur door de tralies heen, et cetera. Het is aan de winkelier zelf om uiteindelijk de maatregelen te treffen om zichzelf te beschermen en ook hun klanten. En wij laten dat over aan de winkelier voor zover dat mogelijk is. Wij geven in ieder geval de tips door en de instructies vanuit volksgezondheid. Een van de belangrijkste dingen die wij willen meegeven is dat we meer moeten bewegen naar het digitaal betaalverkeer. En dat zou heel veel kunnen helpen. Zeker ook voor hun vrees dat zij daarmee besmet zouden kunnen worden. We hebben vanmiddag via de Chinese verenigingen hebben we berichten naar buiten gestuurd. Er zijn wat, ze communiceren vaker via social media en daaruit hebben we een aantal berichten uitgekregen. We hebben de minister van HIT, als ik dat mag aanvullen, gevraagd om met minister LVV wekelijks of twee wekelijks te vergaderen met de importeurs en de winkeliers. Dus als er enige discussie of zelf zou zijn of vrees, dan verwachten wij dat dat normaliseert al in de komende dagen. Net als u die overal oren heeft, heeft de president in elke hoek en van Suriname zijn oren. We zijn elke dag en elk minuut in contact. Hierna krijgt de president gerapporteerd en terug de review voor dit. Maar u kunt voorstellen, na gisteren hebben we dit team geïnstalleerd. Hij heeft het vertrouwen ook in dat team. Hij komt binnenkort ook terug. Maar u kunt voorstellen dat dit ook in het achterland speelt. Suriname is niet alleen Paramaribo. Dus je kunt je voorstellen dat dit overal speelt. Als hij daar op dit moment aanwezig is, gaat hij de geruststelling ook daar moeten brengen. Wij zijn ook spreekbuizen alleen van één regering. En één regering neemt de maatregelen. Het is onmogelijk dat het staatshoofd niet op de hoogte is. Hij is die de opdrachten ook geeft en sanctioneert.
Dus als wij hier praten, zijn we allemaal spreekbuizen van één regering. Houdt u daarmee rekening? De aanwezigheid van de president is overal gewenst. Toch? We vragen de minister van OE om de vraag ten aanzien van cargo aan u te beantwoorden. Dank u wel, VP. Met betrekking tot cargo, de bestaande luchtvaartmaatschappijen maken gebruik van de cargo area die ze hebben bij het transporteren van passagiers om direct cargo ook mee te nemen of andere soorten cargo dan dat waarmee de passagiers reizen. Maar er zijn twee andere cargo-afhandelaren in Suriname, Telesis Amerijet en La Parcan, die alleen cargo afhandelen. Wanneer het gaat om cargo vanuit Suriname of cargo naar Suriname, wordt het dan door deze twee maatschappijen gedaan. We moeten niet vergeten dat natuurlijk veelal geïmporteerd wordt in Suriname via onze waterwegen. En de situatie op dit moment is dus dat de Maritieme Autoriteit Suriname strikte instructies heeft gehad om ervoor zorg te dragen dat die boten, die vessels, cargo vessels, het land binnen kunnen komen. En natuurlijk met inachtneming van de instructies van het managementteam COVID-19. En wanneer het gaat om het binnenlaten van andersoortige schepen, dat die niet is toegestaan, daar heb ik het over. Schepen waarin passagiers, dus toeristen, naar binnen zouden willen komen, die worden vooralsnog niet toegestaan. Dank u wel. Dank u. Goedenavond, ben ik Ena van het Nationaal Informatie Instituut. Een vraag voor de minister van Onderwijs. Hoe staat het met de crèches? Want de scholen worden vanaf maandag, worden de deuren gesloten. Maar hoe staat het met de openbare crèches? Worden die ook gesloten? Nee, je hebt helemaal gelijk. Mijn collega is ook nog in het binnenland, die is nog niet terug. Ik heb hem wel geadviseerd om ook de crèches te sluiten. Eigenlijk om juist de crèches te sluiten, omdat die leeftijdsgroep, die hele jonge kinderen, nog veel gevoeliger zijn voor luchtweginfecties. Dus dat is inderdaad ook het advies naar hem toe. U krijgt vanavond, wij hopen dat ergens in de buurt van 9 of 10 uur, wat u hier besproken hebben, hier als statement gemaakt te hebben, naar u te communiceren via het Nationaal Informatie Instituut. De minister Misikaba heeft zijn statement al. Wij gaan die statement slechts toevoegen, misschien is het een nieuwigheid voor u dan, maar dat gaat toegevoegd worden en dan krijgt u die berichtgeving ook omtrent van de crashes. Als iemand naar de microfoon kan lopen, alsjeblieft. De hotline nummer van... Een beetje ver van de microfoon. De hotline nummer van BOG is 978. Maar voor de media, als er iets is, bijvoorbeeld als het geval van wat er gisteren op Sandra heeft afgespeeld, wie kunnen we bellen? Is er een focal point? Is er iemand bij wie we voor informatie terechtkomen, zodat we niet altijd zo lang hoeven te wachten op zo'n samenkomst? En SFF heeft zijn zorgen, Sint-Celsius, heeft gemeld dat ze niet genoeg materiaal hebben om COVID-patiënten op te vangen. Ze hebben een lijstje van 32 dingen die ze nog ontbreken. Worden ze bijgewerkt zodat ze dat wel kunnen doen? Sint-Celsius ziekenhuis. Ze hebben gemeld dat ze niet ready zijn om COVID-patiënten op te vangen omdat ze niet alle materiaal binnen hebben. Dank u wel. Met betrekking tot de vraag wie bereikt kan worden. Het nummer van NCCR dat is 520840. Dat is het nummer dat dus gebeld kan worden. En we zijn dus nu bezig de Nationaal Emergency Operation Center gestand te geven. En tegen die achtergrond zult u dus het nummer waar er makkelijker kan worden gecommuniceerd doorgespeeld worden. Dus dat zal worden aangegeven in de meetingen die we hebben. Het is dus echter wel zo dat we proberen om de updates zoveel mogelijk te geven aan het eind van de dag. Omdat u zult begrijpen als iedereen, als we de hele dag bezig zijn met alleen maar vragen te beantwoorden, dat wij heel erg weinig toekomen aan het werk dat we worden gedaan. Dus het verzoek is derhalve dat we
Zoveel mogelijk informatie, daartoe wordt er ook een cel gemaakt binnen de binnen NCCR, dat dus daar een heleboel informatie op zal worden geplaatst. Het gaat zoveel mogelijk up-to-date gehouden worden. Er gaat een verkort nummer waarschijnlijk worden aangegeven, dat wordt dus nu bekeken. En daarvan wordt u dus direct op de hoogte. Ja, dank u wel. Dus u heeft een website, u heeft een telefoonnummer. Maar net zoals de coördinator NCCR het aangeeft, elk ding hebben we 24, om alle besluiten te nemen, hebben we 24 uur nodig om het wel overwogen effectief te maken. Dus we gaan niet elk minuut, want stel u wordt wat aan u gecommuniceerd en 10 minuten later is er een geval daar en wij moeten wijzigen van strategie, dan moet u begrijpen dat 6 p.m. meer dan voldoende is om die informatie betrouwbaar naar u te brengen. Dus u wil ook betrouwbare informatie, laat het wel overwogen zijn, 6 p.m. krijgt u dat. De directeur wil ik vragen van Volksgezondheid, begrijp ik? Ja? Ja. Om een antwoord te geven ten aanzien van... De vraag was met betrekking tot RKZ, die gemeld niet bereikt te zijn. En dat zijn een lijst dat er doorgegeven. Volksgezondheid vindt het wel spijtig dat RKZ dat zo veel tijd heeft gedaan, terwijl wij... in een goede afstemming met alle ziekenhuizen in een voorbereidende fase waar alle ziekenhuizen hebben geclusterd. In de tussentijd, voordat ik zelf nog RKZ kon mededelen, morgenochtend hebben wij een spoedberaad ook met alle directeuren van de ziekenhuizen, is al meer dan de helft van de lijst aangekocht. Het zit nu al op 75%, dat is aangekocht. Ik had het graag zelf willen mededelen, kan ook dus nu via de media. Maar daarnaast zijn alle ziekenhuizen bezig met elkaar te clusteren, te kijken wat heb jij, wat heb ik niet, wat kunnen we gezamenlijk doen, hoe kunnen we elkaar aanvullen. Dus morgen zal er wederom met RKZ gesproken worden en gezeten worden voor het geval zij niet goed ingelicht waren over wat we gezamenlijk als Volksgezondheid met de ziekenhuizen zouden doen. Dus morgen om 10 uur hebben wij die meeting met RKZ ook weer bij. Dank u. Dank u wel, meneer Chandra. De passagiers van de vlucht van afgelopen woensdag in de gaten houden. Ik heb het echt over de geïnfecteerde persoon en de mensen om haar heen. Tweede, wat heeft jullie ertoe gedreven om het uitgangspunt van 100 personen te gebruiken? Betekent dat minder dan 100 automatisch veilig is en meer dan 100 automatisch onveilig? Dat was het. Nee, kijk, het is niet zo moeilijk. Er is gevaar sowieso binnen 1,5 meter. We noemen dat social distancing. Je gaat het proberen te beperken. Dus je gaat ergens een grens moeten trekken. We hebben gezien 50 in andere landen, 100 in andere landen. Zouden we 50 moeten doen? Het is wat we realistisch kunnen verwachten van onze mensen dat ze kunnen uitvoeren. Maar de directeur kan technisch verder ingaan daarop. De directeur, misschien kunt u daarop. Ja. Gekeken wordt in alle omstandigheden ook naar wat de richtlijnen naar het gegeven wereldwijd, de gerenommeerde organisaties waardoor wij ook ons laten leiden. En daar is natuurlijk dus niet zomaar voor gekozen. Maar een andere vraag was de passagiers van de vlucht van woensdag. Die passagiers zijn in de tussentijd ook al geïdentificeerd. En ik wil gelijk van het moment gebruik maken om nogmaals erop te attenderen dat wij de privacy van de mensen zo min als mogelijk schenden. We hebben in het handelen volgens protocol ook heel veel schendingen van privacy meegemaakt en dat gaat averechts werken. Het ministerie van Volksgezondheid heeft meerdere malen erop geattendeerd. De wijze en de mate van besmetting in Suriname gaat afhangen van de Surinamers zelf. De attitude, maar ook de positieve attitude die wij kunnen tonen. We willen dus daarom niet te veel prijs geven over de privacy, over de persoonsgegevens, over de zaken van de mensen, maar de contact tracing was meteen in place gebracht. De samenspraak met NCCR,
zijn we bezig met verschillende mogelijkheden van de quarantaine op de thuisquarantaine onder beveiliging en bewaking. Maar we vragen dus nogmaals, ik maak gebruik van dit momentum, nogmaals te zeggen, hoe meer we aan de privacy van mensen gaan, hoe minder mensen coöperatief worden en hoe groter het gevaar van besmetting onderling tussen ons Surinamers. Slechts aanvullen. Kijk, de maatregelen zijn bedoeld om de verspreiding zo veel mogelijk tegen te gaan. Toch? En andere landen die het hebben onderschat worden overvallen ermee. Als het uitbreidt het uit exponentieel. Er wordt een getal genoemd van 1 op 20. Dat moeten we niet onderschatten. Dus we vragen dat men niet onnodig in openbare bijeenkomsten bij elkaar komt. Zoveel mogelijk social distancing. En indien na de lockdown blijkt dat het meevalt, dan kunnen we verder evalueren. Toch? Dan kan het anders. Ja, dank u wel. Goedenavond. Als gasten wil ik even opmerken, niet verkeerd is als de vraag wordt gesteld, want er wordt gelacht hierachterop, waar de president is. Als u zegt dat de president bezig is met de staatszaken, dan wil ik wel gaan weten waar de president precies is, waarmee hij bezig is. Is president van een land, toch? Want in 102 landen ongeveer is al coronavirus uitgebroken, sorry. En in al deze landen zijn de staatshoofden uitgekomen om met uw mensen te praten. Dus dat gelach hierachter vond ik niet zo prettig. Een andere vraag, er is tenminste één minister die pas uit het buitenland is gekomen. Is hij ook onderworpen aan de checks die zijn gevraagd? Dat is even dat gedeelte. Over het binnenland gesproken, VP. Makapa, je hebt daar Bensdorp, Maripa, Sula, ter westen. Waar is water gecontroleerd daar? Waar er is een constante mensenstroom. Aan de andere kant, Apura, Oriela. Wordt er gecontroleerd daar? Hoe staat het met de posten naar Brokopondo? Wordt er ook gecontroleerd daar? Want dat zijn heel belangrijke zaken. We hebben cijfers nodig. Hoeveel potentiële gevallen zijn er nu? Alle landen maken het bekend. Ik verwacht dat ook. In Suriname, hoeveel potentiële gevallen hebben we op dit moment? En als ik ga, minister Hadi, u zegt over de winkels, dat ze moeten meewerken, maar is dat opgetreden? Want tussen vrijdag en op dit moment zou je hier wat sancties aan moeten hebben getroffen, want er is flink gek gedaan. Vraag ten aanzien van de president, ik herhaal, het is heel simpel, toch? Suriname is niet alleen Paramaribo. Ik begrijp uw bezorgdheid. Wij hebben contact met de president. En hij is er binnenkort hier. En hij zal dan... Ik heb ook aangegeven, dit team is een nationaal team. En het valt onder leiding van de president. Okay? Dus we gaan dat wel met u communiceren binnenkort. Minister, als het gaat om de minister die voor de maatregel aanwezig was, dan begrijpt u, dan is het normale procedure. Dat was de minister Hoefdraad. Ja, maar de maatregel is wanneer ingegaan. Toch? En nu gaat het om minister Ildis Bigli, is wel na de maatregel binnengekomen. En die is nu in quarantaine. Dus, u heeft het ook over Maripa, Sula en zo. Ik denk dat is een, ik weet niet of de directeur of iemand de informatie heeft van NCCR op dit moment. Van, ook van Brokkeponde, maar dat zijn allemaal, en CCR kan ons daarop antwoord geven. Dan. Ja. Dank u wel. De vraag met betrekking tot de controle, zeker in het binnenland, moet ik zeggen dat dus de districtscommissarissen onlangs in elk geval gevraagd is geworden en de instructies en de protocollen zijn besproken, waardoor zij zelf in hun districten de structuur aan het werk zetten om natuurlijk een stukje surveillance te doen. Wat wij dus niet hebben in de districten en in het binnenland is dezelfde
maatregelen die bijvoorbeeld bij de inlaatkosten van Suriname hebben, met die thermoguns, et cetera. Dus op dat moment hebben we dat niet op een reguliere basis. We werken eraan om zoveel mogelijk alle assets die we hebben naar prioriteit te verdelen. En zeker wordt in gedachte gehouden de districten en de plaatsen waar we dus een vrij frequente riviervergang hebben, daar wel een grensovergang hebben tussen Suriname en de buren. Ik hoop dat we dus dat zo kunnen hebben. Dus er is geen te andere woorden. Sorry? Er is geen controle, dus met andere woorden, de thermoguns en zo. En de thermoguns geen controle in het binnenland. En dat is dus op dit moment niet. Maar als er symptomen zijn of als mensen zich niet goed voelen, dan hebben we dus de diverse instituten die weten precies wat ze moeten doen, de medische kosten. En ik wil vragen als de directeur van de volksgezondheid misschien dat aan. Maar dat heb ik nu nog een vraag. De termen voor het zoals we eerder hebben aangezien, de parts entry, maar nu vanuit welke, is maar het onderdeel van het geheel van de scheme. Het is niet de ene van de scheme, het is een onderdeel. Vandaag heb ik nog gezeten ook met de medische setting. We hebben al maanden samen gezeten en vandaag zijn ze met een concrete plan gekomen. Volksgezondheid, waar we samen 2 maanden al de ingeschakeld zijn. En ze hebben ook aangegeven hoe hun mensen de zaken daar zullen aanpakken. Uitgebreid geweest, mooi document, wordt in de praktijk al uitgevoerd. Dus ik denk dat u dat gedeelte van de temperatuurmeting niet los moet zien van een algehele screening van zo'n persoon. En dan wil ik ook een antwoord geven op de vraag die u stelde. Potentiële gevallen zijn we allemaal. Ik denk dat de vraag die u stelt is, hoeveel suspecte gevallen? Ja, dat is ons interesse. Ja, dat is ook een suspecte gevallen. Personal interest kan kunnen veel meer. Die definities zijn een beetje lastig, maar suspecte gevallen zijn die mensen van wie wij bepaalde criteria hebben vastgesteld om te voldoen aan het case definitie om te kunnen zeggen, dit zou mogelijk een COVID-19 kunnen zijn. Het ministerie van Volksgezondheid is ook al 2 maanden bezig daar. En in die tussentijd hebben wij meer dan voor naar vandaag 18 cases gehad die wij hebben gevolgd, waarvan de meeste gemeld zijn geworden door 178. Ik heb gisteren ook nog de burgerij daarop gecomplimenteerd. Ze hebben eerst gebeld met de CFA. Ze zijn volgens protocol gevallen, getest en allemaal zijn negatief uitgekomen. Except natuurlijk onze COVID-case van gisteren. En het is een ongoing proces. Het staat niet stil. Het is eenmaal 24 uur. Een team van volksgezondheid, quick response team van volksgezondheid, rukt nog steeds uit bij elke melding die wij als twijfel zien, maar rukt ook nog steeds uit bij elke melding waarvan wij weten al dat dit suspect is, vermoedelijk is. Ik moet toegeven, en ik ben daar heel blij om dat toe te geven, is dat tot nu toe alle Surinamers zich hebben gehouden aan de instructies die wij hebben gegeven, dat als ze een verdachte case zijn, wat ze moeten doen, dat ze thuis moeten wachten en komt iemand aan, iemand neemt de zwam af en test. Dus om concreet antwoord te geven op uw vraag, hoeveel suspecte gevallen wij de afgelopen 2 maanden hebben gehad en een ongoing proces is. Tot zelfs op dit moment nog zijn 18 cases geweest, waarvan we op de test en 1 is daarvan gisteren positief. Ja, ik wil de mensen daarachter op vragen om meneer Chandra Lal niet boos te maken. Oké, okay. Dan gaat hij boze vragen stellen. Maar ook ik wil toch even corrigeren, dat gedeelte van de minister van Buitenlandse Zaken, die was ook aangekomen voor zaterdag 00 uur. Ze heeft wel zelf gevraagd en zelf gezegd ze gaat een thuisquarantaine doen. Wij gaan de thuisquarantaine nog strenger verbeteren, faciliteren, dat krijgt u binnenkort te horen. Dus het is niet aan de quarantaine zoals wij kennen, Wanika ziekenhuis en zo. Dus dat wil ik even corrigeren. Want zij is ook voor 00 uur binnengekomen. Vandaar ook. Ja? Waar is het?
Amsterdam. Maar via Amsterdam. Via Amsterdam. Ja. Via Amsterdam. Ja. En iedereen die is gekomen de dagen ervoor ook, hè? Voor de maatregel 00 uur. De maatregel zaterdag 00 uur. Iedereen die ervoor gekomen is, roept tussen ons allemaal rond. Iedereen loopt tussen ons allemaal rond. De maatregel die genomen is, was in principe toen al pas zondag hebben teruggebracht naar zaterdag direct. Dus iedereen die daarna is, is in quarantaine. Al zijn het diplomaten, al zijn het ministers. Begrijpt u? Maar dat geldt wel na zaterdag. Hadden we... Er was nog een vraag over de prijzen. Een vraag over de prijzen, sorry. Er was een vraag over de prijzen. Ja? Ja. Hij had nog een vraag. Ja, dank u wel, VP. Er was een vraag dat vanaf tussen vrijdag en nu, wat de situatie is, waarom is er niet opgetreden? Ja. Maar we sturen ECD naar alle meldingen. Er is een rush ontstaan sinds de bekendmaking. U heeft dat ook gezien, hoogstwaarschijnlijk. En mensen raken in paniek, vandaar dat we die oproep hebben gedaan hier, dat mensen kalm moeten blijven. Er zijn veel klachten van mensen, voornamelijk op social media. Wij kunnen niet overal zijn, het gaat om zoveel meldingen. Vanmorgen waren vele winkels gesloten, zoals u ook heeft kunnen zien. Sommige winkeliers willen niet open, omdat die mensen weglopen met spullen vanwege die chaos, zonder te betalen. Het is een chaos en wat we nu proberen te bedwingen zijn die paniekreacties. Het is een wisselwerking van consument en winkelier, hoe wij ons gedragen. Er is inderdaad opgetreden, maar er komen inderdaad zoveel meldingen binnen. We nemen ze allemaal serieus, al is er heel veel vals nieuws tussen. De ECD kan niet overal zijn. Tussen gisteren en vandaag is een overmachtssituatie. U moet dat goed begrijpen. Wij kunnen het verminderen door met z'n allen kalm te blijven. En het kan alleen normaliseren als we de rust bewaren. Hoe meer we in paniek gaan raken, hoe erger dit gaat worden. Ja. Dank u. Dank u. De volgende vraag. STVS. Goedenavond, STVS. Er wordt zo vaak gesproken vandaag over gezamenlijke actie. Dus een collega vroeg me om voor de duidelijkheid aan de directeur van de Volksgezondheid. Of zijn dat er iemand besmet raakt in het binnenland. Wat is de procedure precies? Want als de persoon getransporteerd moet worden, dat is de vraag van een collega, maar we gaan nu naar andere vragen. Er wordt ook gesproken, ik heb gehoord, er is vaak gezegd fake news, maar via Facebook, onder andere, krijgen we toch nog wat meldingen binnen. En je hoort van hier en daar mensen zeggen dat het te maken heeft met de temperatuur. En dat is met name boven de 26 graden ligt. Dus iemand die daarover meer weet, kan de persoon dat uitleggen. We praten ook in Suriname over groensteland, veel kruiden heet. Ik heb ook gemerkt op Facebook dat er wordt geadverteerd op Quasivita en alle andere producten. Wat moeten de mensen gebruiken? Of wat kunnen de mensen gebruiken aangezien we praten over Suriname? We zien heel veel kruiden. Internationaal is er een vaccin gevonden. Ja, en we willen ook weten in hoeverre dat klopt. En zijn de autoriteiten, gezondheidsautoriteiten hier in Suriname op de hoogte gesteld? Of hebben ze nood daarvan genomen? De laatste. Ik hoorde Moody praten over de crashes, maar de minister van Justitie en Politie, de man in Agedem, hoe staat het met de man in de cellenhuizen? Laten we met de laatste beginnen. Oké, als ik gelijk kan reageren op de laatste vraag. Er is recentelijk nog een vergadering bijeengeroepen waarbij alle actoren, zoals de politie, de douane, de BPS, de brandweer erbij betrokken zijn. En er zijn richtlijnen gegeven hoe te handelen. Dus ook die mensen zullen op een gegeven moment onder de bescherming genomen worden. Zo gauw blijkt zo moeten zijn van een geval van COVID. Er zijn reeds afspraken gemaakt, dus we zijn erop voorbereid als zodanig. Dank u. Ik wil de directeur vragen, aangezien het technische vraag is. 26 graden, kruiden, vaccin, graag. Heb ik dat goed samengevat?
En dan wil ik direct van de gelegenheid gebruik maken. Er zijn meerdere media berichten verschenen over het Wanica ziekenhuis. Zoals ik al aangaf, alle ziekenhuizen geclusterd. Er is een assessment gemaakt. Er is ook een bericht verschenen. Ik zal het blad niet noemen. Maar de PWR, de PAMO, WHO, de representative, was zo gechoqueerd toen ze dat bericht zag. Waarbij ook nog het logo van de PAMO was gebruikt zonder toestemming, waarin werd aangegeven door een persoon dat het Wanica ziekenhuis ongeschikt bevonden was. Er is een assessment gedaan, er is al een tegenbericht gekomen van de PWR, er is een assessment gedaan, niet om de ziekenhuizen te auditen, niet om te zeggen je bent goed of je bent niet goed. De assessment die is gedaan is om aan te kunnen geven wat zijn je zwakke punten, waar zijn je sterke punten. En met die assessment hebben we alle ziekenhuizen nu gekeken waar kunnen we elkaar bijstaan. Dus ik hoop dat met dat in gedachten en met weet dat de isolatiezorg van het Wanica ziekenhuis in samenwerking met het academisch ziekenhuis en de expertise en de human resources en het apparatuur is gereleased. We krijgen dagelijks bezoek. Het laboratorium gaat morgenochtend ook weer het Wanica ziekenhuis bezoeken om nog de laatste puntjes op de i te leggen. Kan ik u zeggen dat voor de isolatiezorg het Wanica ziekenhuis zeer geschikt is. En de andere vraag is voor de VP. U heeft aangegeven dat de quarantaineplaatsen uitgebreid zullen worden naar 2000. Zijn er al locaties geïdentificeerd waar die plaatsen komen? Wat de persoon die positief is, is zoals er iets gezegd, in het Wanica ziekenhuis. In het Wanica ziekenhuis, de situatie is stabiel. Ze krijgt ook daar de zorg. Ja, ja, de regering heeft inderdaad een CCR en een nationaal team gevraagd voor deze week de quarantaineruimte uit te breiden naar 2000. Misschien kan ik de NCCR vragen, de locaties. Of wat het proces is voor daar naartoe gaan en wat zij in gedachten hebben. Dank u wel, Vicky. Dank u wel. Voor wat betreft de quarantaineruimtes, is het zo dat om mensen dus in quarantaine te houden, moet je voldoen aan een aantal criteria, of is de verwachting dat je voldoet aan een aantal criteria. Zeker met betrekking tot het feit dat niet altijd de mensen bewezen ziek zijn. Dus het is een soort voorzorgsmaatregel waarbij je de mensen in een confined space houdt, waarbij de mensen dus gevolgd worden en gecheckt worden. Nou, deze ruimtes, en ik wil gelijk van de gelegenheid gebruiken, maar ze zijn niet helemaal voorhanden in Suriname. Wat wij dus op dit moment doen is kijken naar plaatsen waar we direct kunnen gebruiken. Er zijn een aantal plaatsen geïdentificeerd en één van de plaatsen wil ik u noemen op dit moment, dat is het zorghotel, die voorlopig is ingericht als quarantaine. Een van de zaken waar een quarantaineruimte zeker aan moet voldoen is het feit dat als je mensen in quarantaine plaatst in een bepaalde ruimte, dat er geen anderen daarin mogen zijn. Dus uitsluitende mensen die in quarantaine zijn geplaatst. En we kijken dus uit naar grote ruimtes. We kijken uit naar in zijn algemeenheid ruimtes waar we een aantal mensen kunnen plaatsen tegelijkertijd, maar dat de verzorging van de mensen goed kan plaatsvinden. We denken aan sporthallen, we denken aan grote loodsen, we denken aan hotels die eventueel gebruikt zouden kunnen worden. En uiteraard in het geval van echte nood, dat er dus noodvoorzieningen worden getroffen, zoals tenten die moeten worden opgezet voor de mensen om dus een langere tijd naar te kijken. Als laatste wil ik aanvullen, zoals voorgeschreven en ik denk dat internationale protocollen dat ook zeggen, voorgeschreven door volksgezondheid is dus dat quarantaine in principe vanwege de incubatietijd is aangegeven. Op minimaal 14 dagen, zeg ik het goed, of in elk geval 14 dagen is.
En ik begrijp dat je niet altijd mensen 14 dagen in een tent wil laten blijven. Dus je probeert zoveel mogelijk de mensen ergens onder te brengen. En als laatste met betrekking tot quarantaine, ik denk dat het goed begrepen zal worden. Als je kijkt naar de expansionele verspreiding of de snelheid waarmee het virus zich kan verspreiden. En de VP haalde er iets aan, we rekenen met een factor van 20. Dus als er één persoon besmet is, moet je rekenen dat we misschien 20 daarmee en zelfs meer soms. Dat we met betrekking tot de ruimtes heel erg snel door, het kan zijn dat we heel erg snel door en verzadigd zijn wat betreft de plaatsen die we nu hebben geïdentificeerd. En vandaar dat wij als NCCR met het team zullen kijken naar welke mogelijkheden kunnen wij creëren voor nu. Ik denk dat we voor nu ongeveer 120, 130 plaatsen hebben geïdentificeerd. We gaan proberen deze week uit te groeien naar 300. En daarna, de volgende week, gaan we proberen om dus uit te groeien naar 2000. Zodat we dus in elk geval dat achter de hand hebben, mocht het zijn dat er meer gevallen onverhoopt zich zullen aanbieden van COVID-19 in Suriname. Dat is. Hoe is het mogelijk dat er toch nog vluchten naar Suriname komen met passagiers? Want as we speak, is er op dit moment een vlucht van, als ik het goed heb, Fly Always van het Cuba naar Suriname komt. Kunt u ons aangeven wat, als het een passagiersvlucht is, een commerciële vlucht? En de minister van HI die zegt, voedselzekerheid is gegarandeerd, de vicepresident zegt dat ook. Waarom worden dan de markten gesloten waar het publiek voedsel moet gaan kopen? En als laatste, concreet van hoe, wanneer tot wanneer is de lockdown? Er is gisteren gesproken over 30 dagen. Maar de vliegtuigmaatschappij maken begint alle passagiers, dat is met 21 maart. Dank u wel. De vlucht van Caribbean Airlines is gisteravond inderdaad geland om 11.40. Dat is voor 12 uur voor de lockdown. Dat wil dus zeggen dat we binnen de gestelde maatregelen zijn gebleven. Ze hebben in de vertrokken 33 en vandaar eerder gekomen naar Suriname. Het is allemaal binnen de perken geweest. Ik denk dat de minister duidelijk is geweest nu. Er zijn wat aanpassingen erin gekomen. De inkomende passagiers zijn uitgesloten. Dus als er een vliegtuig mocht komen naar Suriname, zijn het in luchtvaarttermen genoemde ferry flights. Ze komen leeg zonder passagiers hier aan. Dus nee, er komen geen nieuwe passagiers hier op de luchthaven. En als er op een of andere manier wel passagiers hier komen in Suriname, en het is nu nog helemaal niet het geval, nadat we de quarantaine hebben duidelijk gemaakt, gaan ze allemaal 14 dagen in quarantaine. En natuurlijk, dat laten we niet toe, tenzij het toestemming duidelijke toestemming zou zijn. Dus op dit moment is er een lege vlucht daar, de andere was voor 00 uur. En die brengt de mensen weg. Ja, en dan natuurlijk brengen ze mensen weg, want dat is ook, dat is toegelaten. Dat je mensen dus van eigen, van andere landen kunt meenemen terug, dat mag wel. En dat wordt georganiseerd. Ja, de minister wil dat verduidelijken. Dan heb ik één ding even snel verduidelijken. De periode die ik heb aangehaald, waarbinnen wij dus de niet-ingezetenen terugsturen. De bedoeling is natuurlijk dat de vluchten vanuit Suriname vol zullen zijn. Maar dat ze dus natuurlijk leeg terugkomen om andere vluchten weer natuurlijk uit te voeren. Dat moet duidelijk zijn. Dus als u een KLM terug ziet komen van SLM, gaat u niet ervan uit dat het automatisch vol is terug. Helemaal niet. Ze komen leeg terug en ze gaan vol naar hun destinatie. Ja. Naar het duurt. Hij heeft ook een vraag gesteld van 21 maart. Iets van de maatschappijen maken bekend 21 maart. U hebt het over de periode? Vanaf de 00 uur tot en met 21 maart. Dat wordt ook echt gemaakt aan de Laat me duidelijk aangeven, en dit is natuurlijk ook wat wordt vastgelegd naar de luchtvaartmaatschappijen. Besloten is om 1 week te rekenen van 15 maart 00 uur tot en met zondag 22 maart 00 uur alle niet-ingezetenen uit Suriname te worden getransporteerd. En dat is ook wat dat ze op schrift van
mee zullen krijgen, zodat ze zich daaraan kunnen houden. Outbound. Outbound. Ja. In geval binnen een week het niet lukt om alle ingezetenen naar hun destinatie te sturen, dan zal natuurlijk voordat een week voorbij is, een evaluatie worden gehouden om na te gaan welke airlines nog een paar dagen nodig hebben om hun passagiers af te voeren naar het buitenland. Ja, u heeft de vraag gesteld ten aanzien van markten. We hebben vanmorgen dus ook met de DC's gezeten, die zijn hier. We hebben geëvalueerd inderdaad dat bepaalde markten dat risico dragen dat er te veel mensen bij elkaar zouden zijn vandaar gesloten. Tegelijk hebben we direct aan de DC's gevraagd en de opdracht van hoe gaan wij nu organiseren en we hebben onze ideeën. Moet het een open ruimte zijn en hoe? Dus we verwachten vandaag, dinsdag hebben we uiterlijk gegeven tot dinsdag, hoe organiseren we het dat die voedselzekerheid en die distributie naar die mensen toch kan gebeuren, zodat dat niet in gedrang komt. Dus dat antwoord. Wanneer tot wanneer is de lockdown, we hebben duidelijk aangegeven, maandelijkse evaluatie en dan bijstelling. Is dat effectief genoeg, efficiënt? Ja, dankjewel. Met Manke Hersberg van het TV Internationaal. We hebben het gehad over het luchtruim. En hoe staat het met die mensen die terug naar Guyana moeten met auto en dan naar boot? En mensen die ook naar Frans Guyana moeten, vice versa. En hoe staat het met AVD? En even duidelijkheid van mensen niet ingezetenen die in Suriname werken. Waar moeten ze zich aanmelden met een PSA-status in Nederland? Nee, van PSA wel duidelijk aangegeven. Registreren bij het consulaat of een ambassade waar u te landen bent. En dan gaan we kijken naar de criteria en de organisatie van de vluchten gaat gebeuren aan de hand van hoeveel quarantaineruimte beschikbaar is. Kortst mogelijk termijn krijgen de mensen bericht en dan kan men hier in de quarantaine komen voor 14 dagen. Dus dat wordt georganiseerd ten aanzien van Kanawaima, dat is Guyana en Frans Guyana, ja. Met betrekking tot Kanawaima, dezelfde opdracht is ook naar hun toegestuurd en daar hebben ze ook gevolg aan gegeven, waarbij dus Kanawaima geen service meer mag verlenen tot nader orde. Met betrekking tot de Guyanese broeders die voor 12:00 uur, voor 00:00 uur in Suriname zijn aangekomen, daar heeft het managementteam van Kanawaima de opdracht gehad om te traceren waar ze precies zijn. Wanneer ze teruggestuurd kunnen worden. Dus ze krijgen natuurlijk allemaal de mogelijkheid om terug te gaan. Maar dat van die kant uit personen naar Suriname zullen komen, dat is absoluut verboden. Dus we sturen ze wel natuurlijk naar hun land. Maar van die kant uit mag niemand meer in de boot komen. Met hun voertuig mogen ze dus vertrekken. Ik denk dat ik vanavond, zo niet morgenochtend, een overzicht krijg van om hoeveel Guyanese het gaat. Dan kan ik u ook verder informeren. Hetzelfde wat Frans Guyana betreft. Daar zijn natuurlijk ook afspraken gemaakt hoe de mensen die nu op dit moment vanuit Suriname richting Frans Guyana moeten afreizen, hoe dat zal plaatsvinden en hoe laat zal dat moeten plaatsvinden. Dat wordt begeleid vanuit buitenlandse zaken in samenwerking met DNV. Dank u wel. U hebt een vraag nog. AVD en ja, er is ook iets te melden. Frans Guyana, vanmorgen hebben we een besluit ook genomen. Er was quarantaineruimte van 25 die we beschikbaar gesteld hebben voor Surinamers die naar Suriname, die in Frans Guyana waren. We hebben omdat we op dat moment nog niet de aantallen hadden die in de overkant waren, maar Frans Guyanese wel terug zouden kunnen gaan. We hebben vanmorgen toestemming gegeven dat die terug kunnen. Dat is outbound. En inkomende, waar we 25 beschikbaar quarantaine voor die Surinamers daar, hebben we die toestemming gegeven dat die binnen kunnen komen. Als de 25 allemaal gebruikt zijn, de slots, weten we nog niet. Dat moeten we, of misschien heeft u een update? De update wat dit betreft is dus dat er inderdaad 25 plaatsen ter beschikking waren. In het Albina ziekenhuis, Marwena ziekenhuis, sorry. En
daarvan, er is geen, we hebben geen Surinamers gehad die dus gebruik wilden maken van deze gelegenheid om met het veel. Oké, dan heeft u het antwoord gehad. U hebben wel mensen daar naartoe gestuurd, Givens Guyanese, maar niet dat er Surinamers zijn gekomen. We hadden de mogelijkheid geboden, maar dat is niet gebruikt. Oké, dan hebben wij nog voor AVD. Ja, dank u AVP. AVD valt buiten die 30 dagen lockdown, maar gezien de situatie op dit moment is dat absoluut niet raadzaam. En het advies van Volksgezondheid is om het niet door te laten gaan. En het risico is veel te groot. Dat betekent een zware slag voor onze toerisme. Want er komen heel veel mensen er naartoe. Maar veiligheid is nu de prioriteit. En daar gaan we niet van afwijken. We gaan met de organisatie moeten zitten om te kijken of het op een ander tijdstip kan. Dank u wel. Dank u. Moeten we gaan afronden? Drie vragen nog en dan hebben we gaan. Oké, vier vragen en dan stappen we. Alsjeblieft. Een kleine vraag, maar u heeft gezegd hoeveel gevallen er onderzocht zijn. Er zijn er 18. Maar hoeveel telefoontjes krijgt u ook in zo'n onderzoek? Dus om het even te kijken in hoeverre het daadwerkelijk leeft bij de gemeenschap, hoeveel mensen bellen en dus mee proberen te werken aan het voorkomen. Kunt u daar iets over zeggen? In januari was dat meer, toen kregen we misschien 20 tot 30 telefoontjes. Toen de bewustwordingscampagnes waren geopgeleid, kregen we meer telefoontjes binnen. Tot vorige week nog was dat 350. Ja, 350. Totaal? Ja, per dag. Per dag? Oh! 350 telefoontjes per dag. Het is in die tussentijd ook geüpgraded naar een complete meldkamer, waarbij tienersuurs volledige assistentie verleent, internet is geplaatst, er zijn twee vaste lijnen, er zijn twee mobiele lijnen en er zijn ook nog twee mobiele telefoonnummers speciaal voor artsen, specialisten, zodat zij sneller toegang hebben. En het is hier gisteren met nog 200 gestegen. Directe coördinator. Dank u wel. Ik wil er van dit moment direct gebruik maken. Ik heb net dus de bericht gehad dat de nummers van NCCR nu inderdaad zijn vrijgegeven door PDSUR. Dat is dus het nummer, dat is het nummer 144. Dat u dat nummer kan dus gebruikt worden. Verder is het nummer 426416. Het is een tweede landlijnnummer en 520840, dat is dus het nummer dat in principe al veel bekend heeft. Ik moet ook zeggen dat we een aantal landlijnen hebben. Internet is helemaal geopgeleid en eigenlijk indachtig het feit dat we dus in principe elke dag op NCCR de persmeetingen zullen hebben. Hebben we geprobeerd om dus in elk geval zo te gaan op de drieën. Dat vrij gebruik gemaakt zou kunnen worden, of op een adequate wijze gebruik gemaakt zou kunnen worden door de pers. Dank u wel. Ja, ten aanzien van. Ja, ten aanzien wat u zegt, u kreeg net een melding binnen. Ik vraag dat u die mensen dat belt en meldt aan. Laten de mensen contact opnemen met NCCR. 144 is het nu, begrijp ik, toch? Laten ze die informatie doorgeven, zodat we kijken hoe we kunnen tegemoetkomen. Ten aanzien van de crashes krijgen we net binnen wat in de statement gaat komen. Van zo zeggen we, maandag worden de crashes gesloten. Ten aanzien van de bejaardentehuizen zal tussen nu en maandag een besluit genomen worden. Dat weet u. Ten aanzien van de repatriëring van niet-ingezieden. Ze zullen moeten voldoen aan de menselijke voorwaarden om in quarantaine te gaan. Geldt het voor alle repatriaten die komen of alleen repatriaten die komen uit een risicogebied? Het gaat om alle ingezetenen die terug zullen komen, gaan in de quarantaine geplaatst moeten worden. Ik heb mijn betoog gestart dat wij niet moeten vergeten dat er regels en richtlijnen zijn uitgevaardigd door het managementteam van COVID-19, maar ook door NCCR waaraan wij ons allen gaan moeten houden. En een van de strenge regels is, iedereen die het land binnenkomt, als natuurlijk toestemming is gegeven,
14 dagen in quarantaine geplaatst zal worden. Dus heel concreet, ja. Vandaar dat de VP ook duidelijk heeft aangegeven dat NCCR in samenwerking met alle andere actoren zorg gaat moeten dragen om de komende dagen richting 2000 faciliteiten te gaan wat quarantaine betreft. Dus ik heb toen ook aangegeven in mijn betoog dat wij in het geval wanneer het gaat om de luchtvaartsector in Suriname afhankelijk zijn de mensen binnen te brengen aan de hand van de beschikbare quarantaine mogelijkheden. En wat zodra dat natuurlijk goed bekend is gemaakt, dan moeten we een startdatum prikken om de mensen die dus Suriname binnen moeten komen, die daadwerkelijk ook binnen te halen. En zodra ze hier op ons grondgebied zijn geland, worden dan de protocollen van NCCR en van Verlossingsgezondheid direct in stelling gebracht. Dank u wel. Ja. Ten aanzien van de meeste landen zijn ook inderdaad al positief, hè? Dus we moeten daarmee ook rekening houden. We zitten dichtbij de verkiezingen en vanuit de verschillende politieke partijen worden de meetings georganiseerd. In hoeverre, wat is het advies van de regering aan de politieke partijen in Sparadoor? Ja? Geen meetings boven 100. Dat is het. Voor de rest zou ik zeggen aan iedereen. Ja, we zouden zeggen, be safe. Wees alert. En kalmte zal ons redden. Dank u wel.